Waarom reageer je niet op mijn appje? Je stuurde dat appje 2 minuten geleden. Oh. Oh, dus ik ben niks meer waard. Oh, oké. Okay. Dat zeg ik toch helemaal niet? Ik ga dat vriend op Facebook, hoor. Je hebt niet eens vrienden. Oké, okay, ik weet dat dat waar is, maar... Maar wat? De volgende keer als jij een berichtje stuurt... Ja? Tekst ik niet terug. Nee, ik hoor jou niet. Wacht. En nu? En nu dan? Ja, nu zie ik je webcam, maar ik hoor je niet. Ja? Ja, maar... Ja... Nee, hoor je me nu? Ja, ik zie je webcam wel, maar... Nee, hoor je me nu? Hoor je me nu? En... Oh, hi. Ja, ik was net bezig met Skype, alleen dat wou niet helemaal lukken. Nu doet hij wat geinig. Hou je mond. In ieder geval, ik heb een video gemaakt over social media. Dat had je waarschijnlijk aan de titel kunnen zien. Logisch, ja. In ieder geval, daar ga ik meer over vertellen na de intro. Blijf hangen, want de intro duurt maar 4, 5 seconden of zo en is die klaar. Ik ben Jeffrey en je kijkt niet even movies en ik vind het leuk dat je die video aan hebt geklikt. Nou, mag ook wel eens gezegd worden. In ieder geval, ik heb vandaag een video over social media. Dingen die we allemaal wel herkennen in het dagelijks leven van social media. We kennen natuurlijk ook iedereen die zijn relatiestatus update op Facebook. Mijn relatie is veranderd. Van single naar iets complicated. Dat is leuk. Maar natuurlijk heb ik het niet alleen over relatiestatus, maar er zijn ook mensen die zetten echt letterlijk alles op Facebook. Zo heb ik vorige keer kwam ik tegen, ik ben naar het toilet geweest. Moet je je voorstellen dat je dat in real life gaat vertellen? Ik heb gepoept. Vind ik leuk. Oh ja, en dan heb je ook nog van die gastjes die gaan dan op YouTube vragen of je wil abonneren op ze en dan een duimpje omhoog wil doen. Waar de god Henkje... Nevermind. Nieuwe video. Hashtag Canon. Hashtag 700D. Hashtag movie. Hashtag short film. Hashtag road mic. Hashtag softbox lampen. Hashtag... Ja, sorry. Ik was even mijn status aan het updaten voor met een foto op Instagram. Nu moet ik ook altijd eerlijk zeggen dat er van die mensen zijn die zetten dan echt alles op Instagram. Als ze dan gegeten hebben of een bak koffie op hebben, dan moet dat op Instagram. Ik hoef niet te weten dat je 's ochtends een bak koffie hebt. Dat doe ik ook elke ochtend. Maar dat hoef ik niet altijd... Oké, sommige foto's zijn dan leuk met van die kringetjes erin. Dat je dan zeg maar van die melk hebt. Dat is best leuk. Maar als ik dan bekijk bijvoorbeeld naar mensen die dan ook nog echt overal hashtags onder gaan zetten. Dat je gewoon zoiets hebt van... Ik hoef geen boek te lezen. 2 hours later... Oké, nu moet ik eerlijk bekennen dat ik zelf vaak ook wel hashtags gebruik. Maar je wilt toch connecten, weet je? Je weet wel, je weet wel. Maar goed, aangezien we allemaal gebruik maken van social media, herkennen we natuurlijk die dingen. En ik zou eerlijk bekennen dat ik zelf ook die dingen doe. Ik doe ook die hashtags plaatsen. Ik doe soms ook iets van je eten erop zetten. We kennen het gewoon allemaal. En soms ergen we aan andere mensen, maar we doen het meestal zelf ook. Verder wil ik je gewoon bedanken voor het kijken van deze video. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Abonneer even als je meer wil zien, daar support je maar mee. En ja, mocht je de video een keer terug willen vinden, zet hem maar gewoon in je favorieten of iets. Want dat kan gewoon op YouTube, daar heb je een heel mooi balkje voor. En dat is allemaal zinloos om te vertellen, Jeffrey. Maar in ieder geval, ik hoop gewoon dat je het genoten hebt van deze video. En je komt straks op het scherm, dan kan je meerdere video's van me aanklikken. Mocht je nou op een telefoon zitten, draai dan even je scherm. Want dan kan je de links in de beschrijving aanklikken. En ik hoop je gewoon terug te zien bij je volgende Jeff Movies video. Tot nu zeg ik tot laters.